Dit is de ene laatste dag en morgen is het de laatste dag. Super veel zin in. Morgen. Vandaag is de groene dag en we lopen door Groesbeek en de Zevenheuvelenweg. Het is heel gezellig weer. Lekker sfeertje. Ik dacht ik ga vanochtend lekker uitslapen, maar dat was niet zo. Ik voel wel dat ik heb gelopen, maar met al die mensen om me heen wordt het alleen maar leuker. Dus ik merk er niet heel veel van. Je krijgt allemaal dingen van mensen en alle kinderen aan de kanten, die geven je een high five. Dan denk je toch wel goed dat ik ben opgestaan en dat ik toch ben gaan lopen, want de sfeer maak je niet vaak mee. Het gaat vandaag over vrede en vrijheid. Waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ja, omdat iedereen zichzelf mag zijn en voelen. Maar niet steeds op elkaar zitten te fitten of dat soort dingen. Gewoon lekker jezelf zijn. Dat we hier door vrede en vrijheid gewoon lekker kunnen doen wat we zelf willen. Dus we kunnen hier lopen en andere mensen kunnen feesten. En dat we dat gewoon kunnen doen, ja, dat is voor mij vrede en vrijheid. Als kinderen moeten leven in oorlog of iets anders, is dat heel erg. Want ze moeten kunnen genieten van het leven. Ik kan me eigenlijk nog niet voorstellen hoe het is in oorlog. Dus... Maar het voelt er dus nog wel gewoon fijn om hier nog gewoon te lopen. Dat ze geen dingen hebben waar je bang voor bent. Zeker nu met Oekraïne is het niet overal meer vrede en vrijheid. En dan is het toch belangrijk om daarbij stil te staan. Dus voor ons is het heel erg normaal. Maar dat het dus over het pasjaar dus eigenlijk ineens niet meer normaal was. Ik ben Pasha. Vandaag voor mijn geboortedatum. Ik ben 16 jaar oud. Ja, пішов з України. Із-за того, що в Україні почалась війна. Мені було тоді тільки 14 років, моїй молодшій сестрі тільки 9, а старшій тільки 18. Ми пішли з України з моєю бабусею. В мене немає дуже багато було часу, настрою з-за того, що мої рідні, моя мати та мій тато не можуть попасти до Нідерландів із-за того, що вони військово зобов'язані, вони не можуть переїхати, не можуть нічого зробити. Вони мушені працювати там, і мене це дуже розчаровує, тому що я би хотів би їх би побачити. Ja, het lijkt me heel heftig om als kind op zo'n jonge leeftijd dan al zonder je ouders verder te moeten. En ja, het zou me wel heel lastig lijken en zwaar. Nu staat achter jou een kapotte ambulance uit Oekraïne en een tank uit Rusland. Als je daarnaar kijkt, wat denk je dan? Oekraïne totaal chaos. Rusland niet mag deze doen. Geen idee waarom. Ik niet zo leuk, niemand niet zo leuk, Arlo. Dat is zo niet normaal. Ik vind het heel mooi dat Pasha meeloopt. Ik denk dat hij toch wel met een vredig gevoel loopt, maar dat hij ook stiekem wel zijn ouders mist. Omdat iedereen zie je wel af en toe een keer naar de kant gaan van oh, die komt mij speciaal aanmoedigen, maar bij hem kan dat niet. Ik vandaag moet zo spreken met mijn moeder, zo video bellen. Voor mij leuk en vierdaags zo jij lopen, mensen zo echt veel lachen. Veel muziek, allemaal zo zeggen, maar 5-5. Superleuke dag. Hij was eigenlijk veel makkelijker dan de andere dagen. Ik viel eigenlijk echt heel erg mee. Dus zeg maar, ik vind het eraf lopen lastiger dan erop lopen. Maar eigenlijk was het helemaal niet zo lastig dan gedacht. Omdat iedereen zo enthousiast is en daardoor krijg jij meer energie. Zo gezellig, want dan krijg je toch nog even die moed om die laatste paar, voor die laatste paar meters. Je bent er bijna, je bent er bijna, maar nog niet helemaal. Ik vind het heel leuk dat mensen zo enthousiast doen en dat ze dan ook nog voor iedereen hier staan, vind ik geweldig. Mensen kwamen ook soms echt speciaal naar voren om toe te juichen, ook omdat ik zo jong ben. Het ging veel makkelijker en de route was leuker. Dus ja, ik denk dat ik deze dag wel het leukst vond. Ik heb minder pijn aan mijn benen, mijn voeten voelen beter aan. Als je nu aan morgen denkt, wat denk je dan? Dat het de laatste dag is en dat ik het gewoon ga halen. Ik heb heel veel zin in morgen. Een feestje en slapen vooral. Vooral slapen. Ik vind het wel jammer, maar aan de andere kant is het ook wel fijn dat je dan even niet meer hoeft te wandelen. Ik heb hem bijna uitgelopen en ben ik super blij mee. Het is een zware week. Worden en vrijdag is er dan ook een beetje een feestdag. Wat voor feestje gaat het worden morgen, denk je? Laat naar bed.